Mondmaskers worden alleen geadviseerd in gesloten ruimtes die niet goed geventileerd zijn. Minister Amar Amadin van Volksgezondheid benadrukt nogmaals dat de mondmaskersplicht is opgeheven. De autoriteiten gaan ervan uit dat de samenleving in gesloten ruimtes zich verantwoordelijk kan opstellen om zo zichzelf te beschermen. Hoewel COVID-19 nu is opgenomen als reguliere zorg, is het nog steeds een groot probleem. Er zijn drie situaties waar wij nog steeds een mondkap dringend adviseren. Dat is in alle binnenruimte waar er een slechte ventilatie is. Dat is één. Twee, in alle binnenruimte waar er meer dan 50 personen aanwezig zijn, tegelijk. Dus niet als we hier in het gebouw hebben met drie etages dat je 50 mensen hebt, maar allemaal verspreid hoeft het niet. En er is een goede ventilatie, dat is het geen probleem. Als er geen goede ventilatie is, één, en op een plek, in een zaal bijvoorbeeld met meer dan 50 mensen, dat er wel wordt geadviseerd. En derde is, op elke plek waar je de afstand niet kan bewaren, van de COVID-afstand zoals we dat kennen, van 1,5 meter. Dat zijn drie plekken. En in de bussen, daar kan je de afstand niet bewaren. En daar is ook een protocol opgenomen op openbaar vervoer, wat precies moet. Nu weten we dat de meeste bussen open zijn, ze hebben een goede ventilatie. Er zijn niet meer dan 50 personen, maar je kan die afstand niet bewaren. Dus in principe zou ik zeggen, voor mijn eigen bescherming, toch, dat ik het wel zou opdoen. Dus het is, blijft een persoonlijke overweging, er is geen plicht, maar het is wel een advies. De minister geeft ook aan dat de protocollen zijn vastgesteld door deskundigen. Nu daar er sprake is van versoepeling, moeten de protocollen ook worden aangepast. Echter worden bepaalde protocollen nog sterk geadviseerd voor bepaalde sectoren, zoals het openbaar vervoer. Ik denk dat wij ook in die fase zijn uitfasering waarbij we weer natuurlijk revisies vliegen van protocollen. Maar vooralsnog geldt nog steeds het protocol openbaar vervoer. En dat wordt nog steeds dringend geadviseerd ook om dat nog steeds na te volgen. Het dragen van een mondmasker is niet meer verplicht. Ook niet in winkels of op de markt. Wel is het dringende advies dit wel te doen bij verkoudheid, het bezoeken van een ziekenhuis of zorginstelling of bij het bezoeken van mensen met een verminderde weerstand.